leuk dat je weer kijkt. Vandaag weer een video over Lego. Geen Parijs deze keer. Die hebben we al gehad. Maar Londen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vorige keer heb ik de... Voorzichtig pakken. De Parijs set in elkaar gezet. Gekocht. Erg leuk om... aan de kant te zetten. Deze laten zien. En vandaag heb ik de London set binnengekregen. Erg leuk. Het is eigenlijk hetzelfde opzet als de als Parijs. Een plateautje, gewoon. Om eens om een plank te zetten of op een kastje. We beginnen helemaal links. Trafalgar Square met het met de National Gallery, het museum met schilderkunst en natuurlijk de grote volksheld Horatio Nelson, bekend van de slag om Trafalgar. Als tweede hebben we de klokkentoren van de Palace of Westminster, ook wel de Big Ben genoemd. Daarachter natuurlijk de London Eye, het gigantische reuzenrad aan de oevers van de Theems. En dan hebben we helemaal rechts, zullen we goed laten zien zo, hebben we nog de Tower Bridge, natuurlijk het herkenningspunt van Londen, gebouwd in 1894. Dus we gaan de doos dus even openen. Dus even kijken wat er allemaal in zit. Ja, we gaan dus even de doos openen. Kijken wat er allemaal in zit. Hoe het verpakt zit. Weer netjes verpakte Lego stukjes. Dit zijn denk ik de onderdelen voor de London Eye. Flexibele staafjes. Nog een zak. Die hoofd wil ik heel erg kraken opvullen. En nog een zakje. Totaal 4 zakjes. Wat flexibele stukken. En het boekje natuurlijk. Met een mooie Londen foto, niet te glimmend, over deze. Een verhaaltje over de National Gallery. Ja. Iedereen kent het wel als je een keer Londen geweest bent. Iedereen heeft wel een keer op die trappen gestaan. Altijd wat te doen daar. Nelson's Column. Dus het standbeeld van Horatio Nelson, Big Ben, de London Eye, geopend in 2000. Oh, hij staat er toch al 22 jaar, dat ding. Kijk, ik dacht het veel korter. En de Tower Bridge, die natuurlijk nog veel langer staat. Het heeft 8 jaar geduurd om te bouwen. Tower Bridge. Dat is weer een leuk feitje wat je alleen hier op dit kanaal te zien krijgt. Dus, en de instructie natuurlijk. Maar dat doen we later.
Bedankt voor het kijken. Het eindresultaat is samen met Bibi hier. Hij krijgt een mooi plekje in het nieuwe huis dadelijk. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je meer leuke video's wil zien van mij. Want ik heb nog steeds wel het doel einde van het jaar 1000 abonnees te hebben. En vergeet niet te liken. Tot de volgende keer.